Mensen willen tegenwoordig niet meer naar een bijeenkomst gaan waar ze de hele dag geïnformeerd worden door een aantal specialisten. Nee, mensen willen zelf aan de slag met de inhoud. En het debat is het middel bij uitstek om dat op een leuke en zinnige manier te doen. Wij verzorgen unieke debatconcepten en leveren veelgevraagde debatleiders, dagvoorzitters en presentatoren die keer op keer zeer goed worden beoordeeld. Onze bijeenkomsten zijn altijd maatwerk en worden toegespitst op uw wensen en doelstellingen. De rol van het debat in het bedrijfsleven is heel nuttig. We gebruiken het debat soms als middel en soms als doel. Als de politiek wil debatteren, dan is het debat altijd een doel. En dan zorgen wij ervoor dat het een zuiver en goed debat is. Sowieso is het heel goed om kennis te verbreden, mensen te ontmoeten. En daar zijn dit soort sessies natuurlijk uitermate geschikt voor. Ik kom al langer meer tot de conclusie dat de waarde van het debat inderdaad is het aanscherpen van hun mening. Wat je bij het debatteren heel goed leert is argumenten op een rij zetten. Zelfs als je het met die argumenten zelf vanuit je eigen houding misschien niet eens bent. Een debat voeren in het bedrijfsleven is erg belangrijk. Omdat je ook daar te maken hebt met stellingnames, met beslissingen die genomen moeten worden. En elkaars argumenten daarover en daarvoor begrijpen is denk ik net zo belangrijk als in de politiek. Een tweede manier waarom het goed is om het debat als methode te introduceren in het bedrijfsleven, is omdat het referentiekader verbreedt en omdat mensen dus beter nadenken over bepaalde argumenten. De debatspecialisten van het Nederlands Debatinstituut verzorgen regelmatig analyses van politieke speeches en debatten in binnen- en buitenland voor kranten, radio en televisie. Jaarlijks reiken wij de Socratesprijs uit aan de beste debater van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Waar we over gaan debatteren, luidt. ACTO moet rechtstreeks kunnen communiceren. We zien vanuit het debat in de Tweede Kamer. We hebben veel votes verlies. En of dat juridisch kan of niet, vind ik eigenlijk helemaal niet zo relevant. En ik denk dat we er ook daar goed over na moeten denken. Want wij gaan allereerst stemmen over de eerste stelling. Groen als u het eens bent, rood als u het oneens bent. De debatspecialisten van het Nederlands Debatinstituut organiseren, leiden en begeleiden dagelijks bijeenkomsten voor bedrijfsleven, overheid en politiek. Wij zijn zeer ervaren in het leiden van debatten met 10 deelnemers tot congressen met meer dan 1000 bezoekers in zowel Nederlands als Engels. We maken het sprankelend en we zorgen ervoor dat die inhoud, die interessant is, maar vaak toch ook een beetje door, gedurende een hele dag spannend blijft, interactief blijft en ook op een zinnige manier wordt vormgegeven. Als je een debatleider van het Nederlands Debatinstituut hebt of als dagvoorzitter, dan weet je één ding zeker. Het is altijd interactief en het is in een goede sfeer met heel veel inhoud.